dit soort plekken, die moet je koesteren, die moet je een onderdeel maken van onze werkelijke cultuur. Dat is zo essentieel. Ik denk dat ze een onverbiddelijke betekenis hebben, al was het alleen maar voor het feit dat ze ons het verhaal aan ons vertellen wat eigenlijk in 1600, 1700 ontstaan is. Waardoor wij eigenlijk leven zoals we leven met de geschiedenis die we hebben. En die geschiedenis moet ons alsmaar verteld worden. Het was een oud veengebied, daar is een hele rationele nederzettingsstructuur gekomen die eigenlijk geënt is op de polders. Dus prachtige lange zichtlijnen die de dingen met elkaar verbinden. De spullen die hier staan, het is eigenlijk allemaal met publiek geld gebouwd. Ik bedoel niet nu, maar 100 jaar geleden, maar het is publiek geld gebouwd. Dus in feite heb je een soort, je zou kunnen zeggen, een soort zorgplicht om te kijken hoe je die gebouwen weer, en die omgeving met name, weer levensvatbaar kunt maken. Natuurlijk, we zijn dolblij als de gebouwen die leeg komen te staan, als die weer opgevuld worden door andere activiteiten. Dat is natuurlijk fantastisch. Wat iedere overheidsorganisatie eigenlijk zou moeten hebben, is gewoon dat het verbindt, dat het transparant is. Dat het, en dit wordt hier gewoon letterlijk gemaakt. Hè? Gewoon dat je aan de ene kant naar de andere kant kijkt, dat je van links naar achter kijkt, dat je van onder naar boven kijkt. Ik bedoel, alles is met elkaar verbonden. Dat Nederlandse esprit, de helderheid in de analyse, helderheid en transparantie, de zichtlijnen, de koppeling aan elkaar, de verticale, de horizontale zichtlijn. En dat die met elkaar, en dat zie je ook hier als in dit oude gedeelte, dat het op een hele natuurlijke, vanzelfsprekende manier bij elkaar komt. En dat je denkt, als je nou één moment hebt om te zeggen, dit is Nederland, dan is het hier. Laat zeggen, de basis is toch zo dat wij ons land helemaal hebben bedacht. Hè? Ik bedoel, God heeft de wereld geschapen en wij hebben Nederland bedacht. Dat is een bekend euforisch gezegde, zeg maar. Maar het is wel zo. Ons erfgoed is het belangrijkste wat wij hebben. Het is onze kanon. Het is gewoon datgene waarmee wij opgegroeid zijn. En wat je, ja, waar je heel hard voor moet werken om dat niet verloren te laten gaan. Toch altijd dat het erfgoed niet bedacht is door iemand en dat neergezet wordt en dat daar verder geen verhalen aan vastzitten. Nee, het zijn juist die mensen, die verschillende periodes ook, die bepaalde belangen achterlaten en vertegenwoordigen in een tijdsgewricht. En de volgende die doet daar wat mee, die transformeert dat of die behoudt dat. En zo zie je allerlei soorten transformaties en dat is eigenlijk dat verhaal van het erfgoed. En dat is zo interessant daaraan, vind ik.